Hallo Schorpioen, leuk dat je kijkt naar deze Astro-Tarot-voorspelling voor het jaar 2019. Mijn naam is Esther van Heerenbeek van het 12e Huis en ik ben onder andere de auteur van de Astrologische Almanak 2019. En in dit boek kun je natuurlijk heel uitgebreid lezen wat jou als Schorpioen te wachten staat in het komende jaar. Maar de bedoeling van deze video is eigenlijk dat ik je even alvast de highlights geef. En je ook nog ondersteunt met een persoonlijk getrokken tarotkaart, waardoor je wat meer advies nog kunt krijgen over het komende jaar. Oeps. Nou, er vliegt al een kaart naar buiten. Daar zal ik zo even op terugkomen, want ja, die springt er letterlijk voor jou uit. Dus die is ook voor jou bedoeld. Want voor jou als schorpioen, astrologisch bekeken, is het echt een jaar, 2019 jaar, in van groei en ontwikkeling. Er gaat heel veel veranderen voor jou, heel veel stromen, maar wel op een positieve manier. Want je krijgt de kans om je doelen eigenlijk in de praktijk neer te zetten. Eigenlijk zelfs ook nog dingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Dat je dacht van, nou, dat gaat toch niet lukken. Of dat zou wel heel bijzonder zijn. Of daar willen ze mij toch niet voor. In 2019 kun je eigenlijk in die zin je dromen waar gaan maken. Dus wat dat betreft staat jou als schorpioen een heel mooi jaar te wachten. Nou, welke kaart sprong eruit? Dat is deze, de 6 van zwaarden. En je gaat ook zien dat je hele belangrijke keuzes gaat maken. Want dit is de 6, het getal 6 is numerologisch gezien ook het getal van de keuzes maken. Keuzes maken vanuit je gevoel, vanuit je hart en dat is ook eigenlijk de rode draad voor jou in 2019. Als jij keuzes maakt die je vanuit je intuïtie doet, vanuit je gevoel, vanuit je onderbuikgevoel, dan kun je eigenlijk geen verkeerde keuzes maken. En kom je dus op dat punt dat jij je doelen waar kunt maken, dat jij je plannen in de realiteit kunt zetten. Je ziet ook dat op het moment dat je kiest, hier zie je heel rommelig, onrustig water, vaarwater. En hier gaan deze personen naar een rustiger vaarwater toe. Als je niet durft te kiezen of niet voor je doelen durft te gaan, dan blijft het onrustig in jezelf. Emotioneel, in je hoofd, geestelijk dus. Maar op het moment dat je echt zegt, nee, dit is waar ik me goed bij voel, dit is de keuze die ik ga maken, kom je ook vanzelf een rustiger vaarwater terecht en ga je je heel goed voelen over de stappen die je zet en over de doelen die je bereikt. Dus wat dat betreft wordt 2019 een heel mooi en bijzonder jaar voor jou als schorpioen. Nou, ik wens je dan ook alvast een prachtig 2019 toe. Ik dank je heel hartelijk voor het kijken. En wie weet zie ik je nog wel een keer hier of op locatie of in mijn praktijk het 12e Huis in Liemde. Dank je wel en tot ziens. Doei!